In de novemberstorm van 1972 werd de Chinese bananenboot Wanchun bij Castricum op de kust geworpen. Maandenlang hebben bergers daarna geprobeerd het schip onder andere via een speciaal gebaggerde geul weer vlot te krijgen. Maar dat lukte niet. Integendeel, het schip kapseisde en ligt nu over bakboord op het strand. Alleen bij vloed spoelt er nog wat water langs de achtersteven. Waar eens de groene bananen lagen opgeslagen, is nu een portaal naar het Noordzeestrand ontstaan. Omdat het schip de stroming ter plaatse ongunstig beïnvloedt, heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven het wrak op te ruimen. En met snijbranders wordt de Wanchun nu in grote moten gesneden. Een werkje dat wel enig onderling overleg vereist van de mannen met de snijbranders. Het laatste rukje wordt gegeven door een kraan die er maar liefst 24 uur over deed om over het strand van Egmond naar de plaats van de berging te rijden. Klein gesneden wordt het staal naar de hoogovens vervoerd en misschien wordt er daar dan wel weer scheepsplaat van gemaakt voor een nieuwe Chinese bananenboot.